Wie nu belt, mag het zeggen 0800-1122. Je belt op kosten van de baas, zou ik zeggen. Op kosten van de staat. Goedenavond, met wie spreek ik? Ik had net zo'n leuk iemand met die brommer. Die appte. Goedenavond. Hallo, met Julius. Met Julius, dag Julius. Nou, kijk, ik hoorde net Tjerk aan de telefoon. Ja. En die had groep 8 gesprekken gehad. Nou, ik zit zelf in groep 8 en ik heb een tijdje geleden ook nog mijn advies gekregen. Je hebt je advies gekregen en wat was je advies? Nou, ik ben best tevreden. Ik heb HAVO-VWO gehaald. Nou, wat fijn man. Wat goed. En want als je eenmaal dat advies hebt gekregen, en dan moet je natuurlijk straks nog wel die toetsen doen allemaal. Hè, maar zo'n advies is belangrijk, hè? Ja, zeker. Zo, en was je blij? Ja, ik was zeker blij. Ik sprong een gat in de lucht, want ik wilde heel graag naar de HAVO-VWO-school. Ja. Rotterdam Lyceum. Oké, okay. En ben je nu blij dat je ook dat het klaar is op school? Ja, ik ben ook heel blij, ja. Dus je bent wel klaar voor de middelbare school? Ja, zeker. Ik ben er klaar voor. En zijn er ook vriendjes die hetzelfde advies hebben gehad? Of waar je hoopte dat die hetzelfde advies en dat die ook met jou mee naar die school kunnen? Ja, er was een vriend. Hij heet Tijmen. En hij gaat ook naar het Rotterdam Lyceum. En hij heeft ook gelukkig dat advies. En hij is ook al aangenomen, want ik ben trouwens ook aangenomen. Oh, je bent al aangenomen? Oh, jezus man, wat een goed zeg, hé. Maar zijn er nou ook vrienden die ook graag naar de HAVO of VWO hadden gewild en die niet zo'n advies hebben gehad? Nou, volgens mij niet. Dus dat is denk ik wel fijn voor hen. Dat is een goed, hè? Dat zou wel mooi zijn, zeg. Ja, er was wel een vriend van mij die had wat moeite, maar die heeft een herkansing gedaan en die heeft ook nog gewoon lekker VWO. Oh, wat goed zeg. Julius, wil jij nog wat zeggen tegen alle mensen die luisteren op dit moment? Ja, ik zou zeggen, als je een kind bent, doe je best op school, want dat beslist een soort van je leven vaak. Jongen, Julius. Mag ik je bedanken voor dit gesprek? Ja, graag. En hoe laat ga je naar bed? Ik denk dat ik zo rond half 10 wel ga slapen. Half 10, oké. Okay. Dan slaap lekker, hè? Ja, ik hoop dat ik nog een keer later een keer kan spreken. Tuurlijk, je kan me altijd bellen, dat weet je, hè? Ja. 0800-1122. Hey, dankjewel. Ja. Doei. Doei. Hoi.